toen ik het zag, werd ik bijna ontroerd. Dat klinkt een beetje overdreven. Maar dit stukje Zuid, dat is het mooie bouw. Ik word er echt heel warm van. Mijn naam is Rolf de Gelder. Ik ben aanvoerder van de Alliantie Hand in Hand. Een samenwerkingsverband met de gemeente Rotterdam, Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, ondernemers, bewoners en pandeigenaren. En we staan er samen garant voor dat we hier een aantrekkelijke straat van maken waar je niet alleen kunt winkelen, maar ook prima kunt ontmoeten en verblijven. Dit is het centrum van de Laan. Hier eindigt de Bijenlandslaan en dan begint de Groene Leerdijk. Er zijn een hoop problemen, maar de twee grootste zijn dat die winkelstraat veel te lang is met veel te veel winkels. Die moet echt worden ingekort. Het andere grote probleem is dat er maar liefst 140 verschillende eigenaren zijn. Iedereen gaat een beetje zijn eigen gang en het is een beetje mengelmoes geworden. We willen vooral ook de fysiek aanpakken, dus dat de bebouwing er mooier uitziet en de ontmoetingsruimtes van deze tijd worden gemaakt. Dit is het gebied waar we van winkels woningen gaan maken en van winkels dienstverlening en andere soorten instellingen. Daar zijn we net begonnen met het weghalen van de luifels, dat gaan we allemaal nog mooi maken. En daar hebben we de luifels er weggehaald. Daar zie je ook de eerste woningen verschijnen. We staan zeer positief ten opzichte van die ontwikkeling van Stadionpark. Wij zijn ongelooflijk blij met het feit dat er 4.000 tot 6.000 nieuwe woningen bijkomen. Een nieuwe toeristenstroom, een treinstation. Al die mensen moeten ook deze winkelstraat als hun winkelstraat gaan beschouwen. En wat we vooral ook heel erg fijn zouden vinden, dat de mensen die er nu wonen, want er wonen 40.000 mensen in dit gebied, is hun gebied. Dat de menging met zeg maar, die nieuwe doelgroepen, dat ook een succes gaat worden.